Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn mascara stash zien. Een tijdje geleden ben ik begonnen met stash video's te maken. En of op te nemen moet ik eigenlijk zeggen. En toen heb ik ook uitgelegd dat ik mijn stash apart zal opnemen in aparte video's. Omdat ik het ook wel fijn vind om alle producten los te kunnen benoemen. En als je dat in één video doet, wordt dat gewoon veel te lang. Ik vind het zelf ook altijd wel fijn als ik echt weet hoe een product heet en overige details misschien. Dus daarom maak ik zelf losse stash video's. En mijn mascara stash. Dus als je benieuwd bent naar mijn mascara stash, zou ik zeggen kijk eventjes gezellig mee. Ik ga eventjes als eerste producten laten zien die ik nog wil gaan reviewen voor mijn blog. Dat is deze mascara van Fashion Professional van Action. Dit is een waterproof mascara, gewoon een zwarte. Dan heb ik er nog een van Fashion Professional. En dit is een Fat Lash Fiber mascara met twee kanten. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Over de andere twee mascara's was ik niet zo heel erg enthousiast, maar die zul je zo meteen zien. Dan heb ik deze Maybelline mascara. Dit is de Volume Express Go Extreme. En ik moet zeggen dat ik deze ook al een tijdje heb. Deze zat in 2 jaar geleden kon je van die setjes kopen. Volgens mij was dat voor het WK. Met zo'n sjaal. En er zat dan ook zo'n mascara in. En daar komt deze dus uit. Maar deze lag er dus nog steeds. En ja, die moet ik dus echt wel eventjes mee aan de gang. Want ik ben er zo benieuwd naar. Dan een Big Lash mascara van W7. Hier zit ook een potlood bij. Die laat ik nu niet zien, want die heb ik volgens mij in een andere video al laten zien. Of nog niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar die heeft ook dezelfde print. Dan heb ik een Lash Boost mascara. En dit is een mascara van Catrice. En die kun je dus eigenlijk als een soort basis aanbrengen. Dit is een basis mascara, zo'n witte mascara. En daaroverheen kun je dan de gewenste kleur mascara aanbrengen voor een echt een boost effect voor je wimpers. Deze mascara van Catrice, dit is de Luxury Lashes Volume Mascara, waterproof editie. Nog een mascara van Catrice, dit is de Lashes to Kill Ultra Curl and Volume Mascara. Deze heeft best wel een apart borsteltje. Of, nou, in ieder geval een apart handvat moet ik zeggen. Nog eentje van Catrice. Dit is de Glam & Doll. En hier ben ik eigenlijk ook wel super benieuwd naar. Dit is een False Lashes Mascara. En deze zag ik laatst in een video voorbij komen bij iemand dat het een hele goede dupe is. Dus ik ben heel benieuwd. En dan heb ik nog deze Essence Forbidden Volume Mascara. En dit is dan de mascara. Dit is trouwens de gewone, niet de waterproof versie volgens mij. Nee. En daarbij hoort dan ook de topcoat. Dus hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dus deze zullen binnenkort op mijn blog verschijnen. Ook deze Essence All Eyes On Me Mascara ligt nog om klaar om te reviewen. Dit is wel grappig. Dit is echt een van de allereerste mascara's die ik vroeger gebruikte. Maar toen had ik nog geen blog. Dit is natuurlijk wel een nieuw exemplaar. Maar dit is de eerste mascara die ik ooit heb gebruikt. Die ik zelf heb gekocht. Dat vond ik wel grappig. En omdat ik hem wel fijn vond, heb ik hem opnieuw gekocht. En ik wilde hem nog graag gaan reviewen. Dan is dit mijn bak met mijn mascara's. Ik ga ze er één voor één uithalen en dan zal ik jullie even vertellen welk merk het is en welke mascara. En als er meer informatie over is, zal ik jullie dat ook vertellen. Ik heb trouwens eerst eventjes deze Essence Get Big Lashes mascara. En deze mascara die zit in mijn dagelijkse stashbakje, want die gebruik ik heel veel. Dit is een Volume Boost mascara en deze werkt prima. Dus deze zit niet in het bakje wat hier staat. In de mascara bak zit allereerst dit doosje. En dit doosje is van Rimmel. Die kreeg je volgens mij 1 of 2 jaar geleden
gratis bij aankoop van een product. Het was omdat Rimmel zoveel jaar bestond. En hierin zit een spiegeltje. En ja, ook wat informatie over Rimmel. Het was 180 jaar Rimmel Londen. En zag je van allerlei jaartallen, zag je dingen erop staan, was wel leuk. En daar zat de Scandal Eyes Retro Glam mascara in. Een hele goede mascara, heel fijn borsteltje, geeft echt heel veel volume. Het geeft zoveel volume dat ik al een paar keer het borsteltje in mijn ogen heb gekregen. En dat was minder prettig, maar de volume is echt heel erg goed aanwezig. Dan heb ik hier de Scandal Eyes mascara van Rimmel. En dit is de Curve Alette mascara. Ook deze heeft zo'n heel dik borsteltje. Ook heel veel volume geeft deze af. En dat, je kunt ook zien, hij loopt een beetje schuin af. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar het is echt een hele fijne mascara. En ik moet zeggen dat ik dat wel echt merk met deze mascara's die wat duurder zijn. En de goedkopere, dat deze ook wel echt heel veel volume geven. Dan heb ik de Extra Super Lash Mascara van Rimmel. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat deze in het vaste assortiment te koop is. Want ik heb hem gekregen bij Libresse. Daar zat hij toen op. En het is ook een hele fijne mascara. Mooi zwart. Iets minder volume als de mascara's die ik net liet zien. Maar ook evengoed wel een hele fijne mascara. Dan heb ik de I Like Long Lashes mascara van Essence. En ik vond hem alleen al geweldig vanwege de naam, de I Like, ja. En dit is eigenlijk ook wel een volume en lengte mascara. En hij geeft ook echt wel wat volume. Ook de lengte merk ik niet zo heel erg veel van. Maar het is ook alweer een hele tijd geleden dat ik deze gereviewd heb. Maar volgens mij was ik er redelijk enthousiast over. Dan heb ik deze mascara van Fashion Professional. Dit is de False Look mascara. Ik moet zeggen dat het uiterlijk van de mascara is wel heel mooi. Ze hebben een mooie zwart matte verpakking of huls. Maar de mascara zelf vind ik niet heel geweldig. Ze geven echt niet het volume wat ze beloven. En misschien was het ook te veel gevraagd voor een low budget mascara. Maar goed, weet je, wie niet waagt, wie niet wint. Dan heb ik er nog eentje van Fashion Professional. Dit is de Volume Boost mascara. En dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als met de mascara die ik hiervoor liet zien. Ook niet zo heel geweldig. Dus dat is echt wel een beetje jammer. Dan heb ik de Essence Get Big Lashes mascara. En dit is de Triple Black. En ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk nog niet heb gebruikt. En dat komt omdat je deze kreeg ik toen bij een combi pak. Ik had toen weer zo'n mascara nodig die ik in mijn dagelijkse stash had. En toen kon je een combipak kopen. En dat was qua prijs eigenlijk voordelig. Dan had je de 2-voor-1. Maar ik heb hem nog steeds niet geprobeerd. Maar ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dus hier weet ik nog niet zoveel over. Dan deze Max & More Volume Mascara. En deze zat in een setje met een eyeliner. En op zich, ja, voor low budget mascara prima. Maar die volume, die geeft hij toch niet echt. En weet je, als ik gewoon een dag heb dat ik gewoon thuis ben, vind ik het wel fijn om mezelf op te maken. Maar hoef ik ook echt niet heel erg veel volume in mijn wimpers te hebben. Want dan ben ik toch thuis. En ja, dat vind ik dan wel prima. Dan vind ik het ook prima om zo'n mascara te gebruiken. Dan heb ik een mascara van de NYC. En dit is de Cityproof 24 Hour. Een hele fijne mascara. Waterproof. Deze geeft wel echt heel veel volume. En dit vind ik echt een van, ook van mijn fijnste mascara's die ik heb. Dan heb ik de Lash Extension mascara. Dit is een waterproof volume mascara. Op zich ook een prima mascara. Ja, wat ik al eerder zei. De volume zal nooit hetzelfde zijn als bij de Rimmel mascara's, maar goed, op zich prima mascara. Dan heb ik de Essence Lash Princess False Lash Effect mascara, de groene. Ook wel een fijne mascara, ik vind de verpakking heel erg leuk ook.
En dan heb ik ook de oranje versie daarvan. En dit is dan de Lash Princess Volume Mascara. Toch wel leuk als er zo'n duo uitkomt om ze dan allebei te hebben, vind ik zelf. Dan heb ik de Mega Volume Mascara. Deze is van Miss Manga. En deze is van L'Oreal. Ook een hele fijne mascara. Gebruik ik echt heel erg graag. En hij valt ook lekker op door dat roze handpad. Dan heb ik ook de Miss Manga Punky Mega Volume Mascara. Ook van L'Oreal. Ook echt een hele fijne mascara om te hebben. Ook super veel volume. Dus daar hou ik echt wel van. Dan heb ik de City Girls mascara van NYC. Ook echt een hele fijne mascara. Ik moet zeggen dat deze dan best wel veel volume geven. En deze is vooral om je wimpers ook te krullen. Maar ook echt een hele fijne mascara. Dan heb ik de Glam Eyes Day to Night van Rimmel London. En dit is een mascara met twee borsteltjes. Je hebt hier, ik ga het even laten zien. Hier heb je een lengte borsteltje. En dan kun je dit roze overdraaien. En dan krijg je de het volume borsteltje. En dat vind ik ook echt een hele fijne mascara. Werkt ook echt, moet ik zeggen. Dan de Lash Curler Volume Girl mascara van Essence. En dat was met dat draai-effect. Nou ja, ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom dit erop zat. Want het werkt voor geen meter. Maar voor de rest is de mascara prima. Dan een Lash Base mascara van Essence. Ik liet je straks de variant van Catrice al zien die ik nog wilde gaan reviewen. En dit is ook zo'n base die je kunt aanbrengen met daarna je favoriete mascara eroverheen. Dan de Two-Step mascara van de HEMA. En hier zit dus ook zo'n base. Misschien ken je ze daar wel van. Waren ze veel meer te koop, heb ik het idee. Dat je eerst de witte aanbracht en daarna de zwarte. En dit is dan gewoon eigenlijk hetzelfde als die Lash Base mascara die ik net liet zien. Alleen dit is een 2-in-1 product en dat is misschien nog wel handiger. Dan heb ik een glitter mascara van de Ethos. Vooral leuk voor de feestdagen vind ik dat. Alleen het nadeel is dat soms die glitters in je oog belanden en dat doet echt onwijs zeer. En ik draag lenzen en dan moet je natuurlijk extra voorzichtig zijn. Omdat dat, anders zie je gewoon heel weinig. Maar voor de feestdagen vind ik het wel heel leuk. Dan heb ik de Glamour Doll mascara. Volgens mij komt deze uit de gewone collectie van Catrice. Prima mascara verder. Bijzondere verpakking ook, moet ik zeggen, qua vorm. Dan heb ik een NYC Big Vault 24-hour mascara. Ook een hele fijne. Ook best wel veel volume. Lijkt hem ook wel weer best wel weer een beetje qua verpakking of mascara's van Rimmel. Dus prima product. Dan heb ik er nog eentje van de Action. Dit is een Color Magic mascara. Die heb ik een hele tijd geleden ooit gekocht. En nou ja, die dus. Dan heb ik de Allround Mascara Extra Volume Length & Curl van Catrice. Ook wel een hele fijne mascara. Deze is volgens mij niet eens meer te koop. Dacht ik. Dan nog een mascara van de Action van MAC & Moore. Een Volumize Mascara. Ook deze heeft alweer zo'n bolle verpakking. En ze zullen qua kwaliteit toch nooit gaan tippen aan mascara's van Rimmel. Maar op zich zijn het prima mascara's als je niet heel veel volume of zo wil. Dan heb ik een Glam & Doll mascara. Nog eentje. En dit is de gewone versie. De versie die ik straks liet zien, het was een limited mascara. Dat zal ik er eventjes onder zetten in de video. Maar dit is dus de gewone Glam & Doll. Dan twee keer de Jet Lash mascara. Deze is niet meer te krijgen van Catrice. Dit was een Speed Volume mascara. En deze was dan waterproof. Maar ik vind het niet echt hele fijne mascara's.
Twee mascara's van de Action. Deze hadden ze vooral in de beginperiode bij de Action. Dit is een dual lash effect. En dit is dan denk ik een waterproof versie. En dit is de gewone. Dan heb ik van Somi een Volume Glam Retro Fusion Waterproof Mascara. Deze komt ook van de Action. Dan heb ik deze Multi Action Mascara van Essence. Ook wel een fijne mascara. Op het algemeen ben ik best wel tevreden over de mascara's van de Essence en Catrice. Dan de Gapik Lashes Volume Boost Waterproof Mascara. Deze komt ook uit zo'n dubbelpack. Maar ik weet eigenlijk niet meer met welke deze nou samen zat. Nou ja, goed, maakt ook niet zo heel veel uit. Maar deze heb ik eigenlijk ook nog niet geprobeerd. En dat moet ik eigenlijk wel even doen, want ik ben er wel super benieuwd naar. Maar als ze er onderop liggen, dan zoek ik niet zo snel verder. Dan de Super Lash mascara van Miss Sporty, de Miauw. Hele fijne mascara, ook in combinatie met de eyeliner hiervan. Een kattenoog effect. Dan heb ik nog een 3D waterproof mascara van de HEMA. Dit is een hele fijne mascara. Een aantal jaar geleden toen werden die nieuwe beautyhoeken bij de HEMA gelanceerd. En toen ben ik naar een filiaal bij de opening geweest. En daar kon je ook laten opmaken. En toen hebben ze deze mascara bij me opgebracht. En die heb ik, vind ik zo mooi dat ik die toen heb gekocht. En ook super fijn dat die waterproof is natuurlijk. Dan heb ik nog een waterproof topcoat van Catrice. Volgens mij is die ook al niet meer te koop. Maar hiermee kun je eigenlijk elke niet waterproof mascara toch waterproof maken. De laatste mascara die ik heb is uit de Kate Moss collectie van Rimmel. Die heeft ook weer zo'n gebogen borsteltje. Ook weer een hele fijne mascara met lekker veel volume. Dit was dan mijn mascara stash. Eigenlijk best wel heel erg leuk om op te nemen. Want zo kom je dus ook weer mascara's tegen die je al een tijdje niet had gezien. Waarvan ik dan denk, oh ja, die had ik ook nog. En dan wil ik ze eigenlijk ook gelijk wel weer gaan proberen. Natuurlijk vooral die paar nieuwe die ik eigenlijk nog helemaal niet had getest. Dus heel erg leuk om daar zo weer achter te komen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg!